mensen van Mattie Gaming, ik ben Jarne en ik ga een videootje opnemen voor Matthias zijn kanaal. Omdat Matthias zijn PC het begeven heeft, dus wil ik wel even een videootje opnemen vandaag voor hem. We gaan vandaag Bus Simulator 16 spelen. Even een rit uitkiezen. Dat is wel een lange. Of ik kan ook gewoon zo 13 haltes. 3 haltes is een beetje weinig, hè. 10 haltes kan. Maar dat ligt zo ver. Wil ik niet. 7 haltes. Kan er mee door. We gaan deze doen. Oh, zo. We gaan met een dubbele bus rijden. We kunnen ook route omkeren. We gaan weer retour doen. Waarom kan ik dat niet? Ik word gereden zoals ja. Oké, maakt niet uit. We kunnen dat niet aanduiden, maar we gaan met een dubbele bus rijden. Kijk, dit is de bus. De dubbele bus. Een SAS of zoiets. Oké, staat de motor al aan? Ik weet dat nu niet eigenlijk. Oh ja, oké. Okay. Even de lichten wel aan. Oh, die stonden al aan. GG. Jongens, jongens. Hier is niet de eerste stop. Volgens mij moeten we hier. Oh, we moeten hier ook door wel. Oké. Okay. Ik heb voorrang. Oh, beetje remmen. Ik moet wel mijn bord goed zien te pakken en krijgen. Hier is de eerste, voilà, hier is de eerste Gentian Street. Hier is mijn garage. Mooie garage. Hier is de eerste stop. Het regent en die jongen, oh, er is een rolstoelgebruiker bij, dus dat betekent dat we alle deuren moeten openzetten en de. Ja, sorry, sorry. De oprit uitschuiven voor de rolstoelgebruiker. 3 normale kaartjes, 1 reis. Dus 1, 2 en 3. Print is 7 euro en dan is het 3 euro. En dat is 10 euro. Die wel dicht doen, wil ik. Vergeet. Zo. We zijn klaar. Voor naar de volgende stop te gaan. Deze heeft reclame op staan. 1 reclame. Wat staat er nog in? Hier. Oh, jezus. Even interieur kijken waar ik moet rechter. Oké. Okay. Reclame 1, 2. Op de achterkant ook normaal. Ja, 3, maar die ziet hier niet echt goed. Aan de zijkant, andere zijkant ook nog. Ik ben niet aan het opletten, sorry. Zo krijg ik geld per advertentie. Krijg ik per week geld. Zo, ja. Moet ik een beetje verdienen in deze scary tijd. Zo. Dus, oké, ik wou net zeggen, er is nog niet gebeld. Maar ineens, ping. Die ping, dat betekent dat er iemand op een beltje heeft geduwd die af moet stappen. Is het groen of rood? Wordt het groen of rood? Rood dus. Kak! Ik had nog kunnen doorrijden, maar ik had het niet gedaan. Potverdorie. Dit is een automatische bus, of ja, een automatenbus. Een automatische bus, een automaatbus. Dat houdt in dat ik niet moet schakelen, dus dat is lekker gemakkelijk. Niks bij koppeling, niks bij schakelen en zo. Dus ik mag gewoon rijden. Ja, al die bussen van tegenwoordig zijn automatisch, ja, lekker makkelijk, hè. Ik had wel eigenlijk liever gewild dat ze zo
een skin uitbrachten voor de bussen van de lijn. Ik ben Belg en daar rijdt de maatschappij de lijn rond. Dus ik zou dat wel nicer vinden. En in Nederland is er waarschijnlijk iets anders. Als de bussenmaatschappij, ik weet niet hoe dat noemt daar. En dan die skins of zo van, ja. Oké, zou misschien wel veel werk zijn geweest. Maar dat zou wel mooier geweest zijn. Dat je zo de skin of kunt importeren. Importeren is wel. Eén normaal voor een week pas. Dat is oh, 33 euro voor die. Yes. Thanks. Yes. Oké, okay. 3 normale 1 reis. Jezus. 7 euro en onze 3 euro erbij. Ja. Deur. Blokkeerd. Oké, okay, moet ik even uitstappen. Er staat iemand in de deuropening. Voor de sensor rotating. Sure, zeker je het niet nog een keer te vragen hoor. Oké, okay, dat is lief. Ik moet de juiste. Ik ben even kwijt. Oké. Okay. Die moet ik los doen. Gaan. Ja hoor. De besturing is ook heel anders als ETS. En farming ook. Maar dat is normaal hè. Dus denk ik wel dat dat anders gaat sturen dan een truck of zo, ik weet niet. Ah, denk ik, geen idee. Ik heb nog nooit een bus of camion gereden, dus ik zou het niet weten. Nee. Klacht over de snelheid, dankjewel. Boeit me gereed dat ik te snel rijd. Moet jij de boetes betalen? Nee. Dus, st. Niet uw probleem. Het is oranje, dus altijd om door te rijden. Naar rechts. Brede bocht. Omdat ik mijn dubbele bus rijd. Ik heb twee bussen. Een Mercedesje en deze. Weet je, zo'n bus kost veel geld. Ik ben aan het sparen voor. Ja, een bus. Een ding, hè. Een andere, een derde bus. Maar dat kost een beetje veel geld, hè. Ah ja, trouwens, als jullie dit spel ook de rolstoel gebruiken, wilt eruit. Sorry, mevrouw of meneer, ik weet niet wat het was. Als jullie dit spel vaker op Matthias' kanaal willen zien. Laat het weten in de reacties en doe alvast een blauw duimpje omhoog. Hè. Zou lief zijn, ja. Oh, het was een vrouw. Oké, okay, sorry mevrouw. Je had maar moeten bellen. En dat heb je ook gedaan, maar te laat. Zo, zo. Next stop, rijd door. Ik ga niet remmen. Toch raam, oké. Okay. Zou ik die voorbij steken? Nee, zo'n bocht. Dat ga ik niet doen. Dat gaan we niet doen. We moeten toch 70 rijden, dus ga eens hier. Best even ze. Ik rij 70 ongeveer, denk ik. Het is geen digitale klok. Maar ik weet niet hoe die klok in elkaar steekt. Oké, okay, hier waren we dus al net ook, want hier links zouden we dan. Nee, is hij hier? Geen idee, mag niet. Weer een rolstoelgebruiker. Oké, okay, overheid uitschuiven dus. Zo. Overheid uitschuiven. Zodat de rolstoelgebruiker. Eén normale één reis komt eraan over. Zo, en de tweede is 5 euro. Thank you very much. Iemand? Nee. Oh ja, ik moet misschien wel de rit inschuiven. Zo, en nu kunnen vertrekken. Voor degenen die het willen weten, dit spel is niet gratis. Op Steam staat die. Ik heb de Gold Edition, dat is normaal 25 euro, maar ik heb die in korting gekocht, toen was die 15 euro, 14 euro. Gold Edition houdt gewoon meer in dat je er een paar DLC's erbij krijgt, of alle DLC's zelfs kan ook. En dat is zo'n beetje, als je gewoon de normale spel zonder DLC's kost 14 euro op zich. En kostte het 14 euro met DLC's, maar het was wel korting.
Dus dat is goed meegenomen, hè. Vind ik toch. Rem! Buiten. Ik heb toch een perfecte stoppositie, perfecte timer, richt hier aanwezig. Bonus, goed gezakt, er ook nog eens bij. Moet die af? Ja, dat is zo. Ik hoop dat die met uitstappen geen problemen hoor. Single senior trip. Ik moet niet zo. Thank you. You are a godsend. Zo, amai, dat is er ook weer al uit, ze. Hopla, 60 cent terug is 2 euro en nog eens 2 en nog eens 1 is 5 euro. Is dat? Ja, misschien ook wel een schuif inklappen. Zo, en dan kunnen we trekken, hè. Dat teken, dit is gewoon het teken van de bus dat op mijn stuur staat. Dat is een mannetje die gewond is aan zijn hoofdbeen en zo. Ik zou deze bus heb ik nog nooit gezien. Maar kan hem mij liggen. Misschien rijdt hij ergens anders rond in het buitenland of zo uit. Oh, ik dacht dat die man hier ging oversteken hier. Die gevaarlijke jongen. Zie je, lijkt die hier, hè? Die gaat zo langs de kant van de straat staan. Gevaarlijk. Het is groen, doorrijden, doorrijden. Rij en rij alsjeblieft. Ik wil er door zijn. Alsjeblieft, man. Ja, dank u. Naar rechts moet hier de bushalte. Dat is de volgende bushalte. Zo, weer open. Heb ik dan een rolstoel gebruikt in mijn dingen? Nee. Ik loop vanzelf, ik doe niks. Zo irritant, maar oké, okay, moet niet uit. Klagen jaren, komt er allemaal wel door. Is er niemand die kaartje wilt kopen? Oké. Ik heb 3 personen die ingestapt zijn. Wow. Lekker weinig. Rustig op deze bus. Eigenlijk, ik zie echt niet veel mensen op deze bus. Ik heb dan nog speciaal een lange bus gepakt. Letterlijk 1, 2, 3, 4, 5 mensen. Jezus, het is nog altijd rood. 5 mensen, maar dit is wel de laatste stop. Dat wil zeggen dat deze video bijna afgelopen is, hè. Het is nu wel nog eventjes te rijden. Dus het komt helemaal in orde. Het is rood alweer. Ja, ping. Wordt oranje nu. Oké, niet. Godver. Ik zet me net stil. Ik zet mijn handrem op en dan wordt het ineens. Ineens oranje. Zo, dit is de laatste stop. Ja, spijtig. Sorry mensen, we gaan ook even zien hoeveel dat we verdiend hebben en al die dergelijke. Ik heb wel sowieso. Nee. Ben ik geflitst geweest? Ik weet het niet meer. Oké, zo. Enter. Ga eens kijken. Zoals je ziet, Jarne Dubbelijns heeft in totaal 146.000 verdiend. Pietje. 5.000, bijna 6.000. En Matthias, ja Matthias, die zit weer in de min. Ja. En in de algemene topverdieners ben ik 112e. Van, is dat wereldwijd of zo? Ik weet niet eigenlijk. Oké, laat maar binnenstromen met geld. Ik heb weer 5.228 euro verdiend. Met salarissen en belastingen, chauffeur en met busonderhoud en verzekeringen erbij. Dat is allemaal veel geld, zo 3.400 euro ineens weg. Want normaal hadden we 6, 7, 8, 9.000 euro in totaal. En dan dit eraf en alles eraf. Ja, dat doet pijn, dat doet pijn. Maar jongens, dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jullie volgende keer. Of misschien is Matthias er al terug, dat weet ik niet. Ciao! Looking for